Bij de lancering van de Phantom 4 RTK heeft DJI ook de DRTK 2 Base Station aangekondigd. En die Base Station is eigenlijk een toevoeging op de Phantom 4 RTK die je niet alle situaties nodig hebt of hoeft te gebruiken. Er zijn namelijk een paar verschillende manieren waarop je de Phantom 4 van correctiedata kunt voorzien en een van die manieren is via de Base Station. Base Station kun je er los bij kopen of in een combo setje op het moment dat je de Phantom 4 RTK aanschaft. En in de toekomst krijgt hij ook nog een paar extra features via software updates, maar daar gaan we het zo nog even over hebben. We gaan eerst even kijken wat er in de doos zit en hoe die Base Station precies geleverd wordt. Nou, het is een grote, lange doos. Zo. Met uiteraard als eerste een mooi setje boekjes. En een rood stuk schuim erin. Zo. En hierin ligt dan de DRTK Base Station. Met alle accessoires die daarbij zitten. Gaan we even van voor naar achter bekijken. Nou, je ziet hier, zie je het Base Station al liggen. Dat is eigenlijk de kop van de unit met de antenne erin. Daarnaast zie je ook gelijk deel 2 van de stok liggen. Het is allemaal zwart op zwart, dus het is misschien een beetje lastig te zien. Ik ga het er gewoon even uithalen. We hebben een aantal kabeltjes hierin zitten. Voor de DRTK Base Station. We hebben de WB37 Charging Hub, want hij draait op dezelfde Crystal Sky accu'tjes als de remote. Voor die Charging Hub hebben we uiteraard ook een laadhubje. En we hebben een tweetal WB37 batterijen, die we dus met de Base Station kunnen gebruiken, maar die ook dezelfde zijn als in je afstandsbediening zitten. Nou, dan gaan we de Base Station zelf er even uithalen. Dan hebben we hier het onderste deel van de stok. Zo. En hier het daadwerkelijke elektronica deel van de Base Station. Dit is eigenlijk voornamelijk waar het om gaat. De stok is alleen om hem naar beneden te brengen en voor het statief waar we zo naartoe gaan. Dit is waar alle elektronica in zit. De DRTK Base Station, zoals ik zei, voegt wat functies toe en heb je niet altijd nodig. Je kunt namelijk met de Phantom 4 RTK rechtstreeks een end-trip verbinding maken met een 4G-netwerk en op die manier je correctiedata binnenkrijgen. Maar je kunt dat ook je simkaart hierin doen en via deze je end-trip verbinding leggen. Of je kunt het Base Station op een vaste positie zetten, de coördinaten daarvan invullen in de app en dan op die manier je eigen referentiestation maken. Nou, wat is nou het voordeel om dit te gebruiken? Onder andere dus op een locatie waar je geen goede 4G-verbinding hebt. Of op het moment dat je ingemeten punten hebt waar je dit op kunt zetten en de coördinaten van kunt invoeren. En in de toekomst komen er ook wat functietjes bij. Omdat je hem dan onder andere ook als rover kunt gaan gebruiken. En dan kun je dus deze stok ook gebruiken, net als een standaard landmeetstok, om punten in te meten en de coördinaten daarvan vast te leggen. Nou, hierbovenin zit eigenlijk alle elektronica. Dus hierin zitten de GPS-ontvangers. En omdat het heel belangrijk is waar die ontvanger precies zit, zit hier aan de zijkant, ik ga dat proberen te laten zien, ook een stickertje waarop je ziet wat de exacte afstand is van de ontvangers in dit doosje. Zodat je de exacte millimeter nauwkeurige plek van de ontvanger weet. Ja, verder naar beneden zit dan de rest van de elektronica. Achter dit klepje kun je eventueel je 4G-dongel doen. Dus mocht je 4G-dongel in je Base Station willen doen, dan kan dat achter dit bovenste klepje. En achter dit onderste klepje, die schuift zo naar beneden. En dan naar buiten, daar zit de WB37 batterij om het Base Station helemaal te voeden. Dus die kan je hierin doen. Al die klepjes zijn ook voorzien van een soort seal en dingen. Dus het is ook echt spatwaterdicht gemaakt, zodat het goed buiten kan staan als dat nodig is. En hierbovenin heb je nog een paar lampjes zitten en knopjes zitten om het Base Station aan te zetten en te gebruiken. Nou, wat je dan in gebruik doet is natuurlijk deze stok eraan vast. Zo. En dan kun je hem op die manier aan elkaar vastschroeven. Dan hebben we hier, even kijken wat we hier nog in hem zitten, USB-kabels en stroomkabels. Wat je ook nog kunt doen in de toekomst, en dat is dus een van die nieuwe toevoegingen, is dat hier zo'n rosette mount zit die we ook wel kennen van de Osmo.
En daar kun je een mobile device holder in doen. In de toekomst wordt het dus mogelijk om hier ook punten mee in te meten. En dan kun je daar dus je telefoon op zetten, zodat je daar een app op hebt om dat te doen. En dan heb je deze stok verder om te gebruiken. Nou, bij dit base station wordt ook nog een tripod meegeleverd. Dus op het moment dat je hem op een vaste plek zet, dan zit dit gele statief erbij. En dan kun je deze stok door de bovenkant heen naar beneden doen. Op deze manier precies op een punt zetten. Deze vastzetten. Vervolgens zit hier bovenin ook een waterpasje om te checken dat hij helemaal waterpas staat. En zo kun je hem dan fixed op een vaste locatie vastzetten en op die manier gebruiken. Nou, mocht je nou meer over de base station, de Phantom 4 RTK of een van de andere mappingsapparaten willen weten, dan kun je altijd terecht op droneland.nl of in onze winkel.